Hallo, het is vandaag zaterdag en het is 20 na 9 's ochtends. Je ziet het nog wel een beetje aan mijn hoofd en mijn haar. Dus vandaag moet ik mijn eerste examen leren, namelijk sociale wetenschappen, want daar heb ik dinsdag examen van. Ik ben daar nu al wel een paar dagen mee bezig, maar vandaag is het echt officieel de eerste dag echt keihard voor SW-blokken. En ik heb voor mezelf besloten om nu even in de voormiddag niet te veel te vloggen. Dat ik echt vol bij concentratie kan gaan voor SW. Want er zijn twee stukjes dat ik echt nog niet helemaal gedaan heb. En die moeten nu echt eerst af. En dan vanaf de namiddag ga ik wel terug een beetje meer vloggen. Dus ik hoop dat het voor jullie oké is. En als je dit filmpje uit hebt gekeken, ga jij nu ook studeren als dat moet. Net zoals mij kunnen we samen studeren. En dan wens ik jullie alvast veel succes en ik ga nu beginnen. Haar is zoals elke morgen weer on point. Het is vandaag zondag en ik heb gisteren na het vorige shot niks gevlogd. Omdat ik dus heel druk had voor te werken met school. Allee, met werken voor school, want het zijn dus natuurlijk examens. En ik heb ook niet echt de behoefte gehad om gisteren te vloggen. Het deed mij deugd om eens even een dagje niks te doen. Omdat ik nu al wel een maand of zo toch echt al elke dag bijna vlog. Dus daarmee heb ik gisteren even een pauze gepakt. En vandaag ga ik wel terug vloggen normaal gezien. Maar don't blame me als ik wat vergeet te vloggen. Want ja, het zijn dus examens en ik moet vooral leren. En het is veel, dus dan weet ik niet dat ik het zomaar gedaan krijg als ik echt nog keiveel ga zitten vloggen. Ik ga nu beginnen. Het is 9:30 ochtends dus. En ja, ik zal eens even laten zien hoe ik het ga aanpakken vandaag. Dit is hoe ik het ga doen. Ik ga eerst hoofdstuk 5 doen. Helemaal studeren. Dan hoofdstuk 6 helemaal studeren. En dan hoofdstuk 4 helemaal studeren. Want dit ken ik zo het minst goed. Dan ken ik dit het minst goed. Of dit vind ik het moeilijkste. En dan daar heb ik alles heel goed geleerd. Dus zo ga ik het doen. En dan tussen elk stukje pak ik pauze. En ik ga kijken om laat dat dit gedaan is. En dan kunnen we desnoods alsnog eens opnieuw doen. Het is ondertussen 2:40 en ik zit beneden. Ik ben hier nu beneden komen studeren en ik ben nu bezig aan de samenleving als economisch systeem. Dus ik zit nu bijna in de helft. En ja, we zijn 2:40, dus dat moet wel lukken. Ik ga gewoon verder studeren en ik heb ook een munttee hier bij mij. En dit is een beetje mijn setting. En ja, ik ga gewoon voor studeren, want het is nodig. Net keert op de trampoline gesprongen. Het is 1000 graden buiten en ik heb het echt veel heet. Maar ik heb zelfs ondertussen nog een thee gepakt. Ook al is het 1000 graden buiten, ik drink altijd thee of zo. Tegenwoordig thee gaat me echt de examens doorhelpen. En dan heb ik ook nog aardbeidjes gepakt. Die heb ik gisteren, mijn tante heeft die gisteren meegebracht. Dus die ga ik lekker opsmikkelen. En dan ga ik nu beginnen aan, aan het laatste hoofdstuk. Voor vandaag, toch het laatste hoofdstuk. Ik weet niet wat ik nog ga doen als dat klaar is. Oh my god, mannen mijn haar. En dat is samenleving als rechtssysteem. Dus heel het gerechtelijk stelsel en de rechtbanken en hoven en blablabla.
Maar dat ga ik wel, ja, het moet erin. Dus allee, ik ga het gewoon doen. En dat ga ik nog vloggen. Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is nu 7 uur. Precies altijd als ik vlog 's ochtends is het 7 uur. Maar ik ga nu naar beneden een smoothie maken als ontbijt. Ik heb mijn zak net gepakt, want ik neem voor de laatste voormiddag die zak mee. Want ik heb dus vandaag mijn laatste voormiddag en dan morgen is mijn eerste examen. Dus ik heb nog reflectiegesprekken en nog een uur studie. Want die leerkracht die heeft al een mondeling examen vandaag. Dus ik heb dit kleedje aan. Dit. En ja, ik zie jullie deze middag als ik voor echt keihard moet beginnen blokken voor morgen. Het is nu bijna 1:30 en ik ben thuis. Ik heb gegeten. Nog heel eventjes geontspannen, wou ik zeggen. Nog heel eventjes... waar? Ja, ontspannen. Nog even gaan ontspannen. En dan is het nu tijd om Vollenbakker in te vliegen voor sociale wetenschappen, want ik heb morgen mijn eerste examen. En ja, ik heb er, om eerlijk te zijn, geen zin in. Maar niemand heeft er zin in, denk ik. Omdat, ja, sociale wetenschappen... er zijn toffere examens, ik zal het zo zeggen. En ik heb ook precies het gevoel dat ik dit weekend niks gedaan heb. Terwijl ik heb eigenlijk... ik wel echt hard geleerd heb en eigenlijk zo was alles wel ken. Misschien is het daarom dat ik zo gerustgesteld ben in mijn hoofd van je kent het wel. Dus het gaat wel lukken, maar langs de ene kant krijg ik ook een beetje stress van ja, ik weet precies niks niet meer. Maar ik denk wel dat dat zo is. En dan ga ik denk ik wel snel merken zoiets dat ik het goed ken of niet. Ik ga mijn bureau hier nog leegmaken. Ik ga alleen het nodige op mijn... mijn bureau leggen. En dan ga ik er echt aan beginnen. En natuurlijk ook voor jullie vloggen. Ik wil jullie echt nog heel veel succes wensen met de examens. Want als jullie dit zien, zijn het nog examens, I guess. Dus ik wil jullie heel veel succes wensen. En ik ga nu beginnen met studeren. En jij gaat dat ook doen, nu. Ik heb al het sociaal maatschappelijk systeem gedaan. En het is nu bijna 4:50. Dus ik ben kind of proud of myself. Pauze heb ik ook al gehad. Dus ga ik nu aan het economisch systeem beginnen. En dan wil ik toch ook wel op 1,5 uur afkrijgen. Ja, dat moet echt van mezelf lukken. En dan... ja, als ik hier mijn papier zou vinden. 3, 5, 7, 9, 9, 9. Dan ga ik daar gewoon... aan mij. Mee voort.